Oké, hallo mensen van de Multistream Team. Ik ben Badass Lumberjack samen met Antonidas en wij gaan Rome tot de Waspieren. Dit is Gin Rombo. Gin Rombo dan. Okay. Maar hier zit jij nu Antonidas. Even, gaan we combineren of niet? Ah ja, juist. Waar kunnen we combineren? We hebben nog nooit besproken. Ik heb juist gezegd. Met zo'n domme gate. Gaan wij combineren? We gaan gewoon langs alle kanten aanvallen. Ik ga gewoon langs mijn kant aanvallen, dat is al genoeg werk. Yes! Je melk. Yes, yes. 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 Oké, en ik kan rammen staan. Doe wel uw flaming arrow zeker uit, maar jij weet dat wel. Tuurlijk dan, denk je dat ik een noob ben of... En doe gewoon uw best aan uw kent. Mijn best. Dat is iets wat ik misschien niet kan doen. Oh ja, dat is wel. Kan ik niet beloven. Sorry. Oeps. Allee. What the fuck is just happening? Listen! Verruk, goud, loose formation. Beuzekes? Nee. Jullie zijn al van die dingen. Oeps. Speerwarband. Hoe er is Beer Warband. We starten de battle. Maar dat voelt zo raar zonder een general. Ik ben dat niet gewoon. Met general is iemand daar. Maar dat is zo... Zo'n dikke stad, hè. Dikke stad. Elke jaar met zo'n domme... Elke is die stad van de Faro nog wel cool. Zo met een groot paleis in het midden. Is echt zo de is echt huge city of hè? Ja. Nice. Oh my god, what's happening? Met de farao dingen. Met de farao. Oh my god, er zitten zo deur. Heb jij drie remmen? Hoe durf jij drie remmen te krijgen? 1, 2, 3. Ik heb er ook nog geen 7 aan de achterkant. Ah ja. Maar ik gebruik meestal niet zoveel remmen. Want ik ben er niet zo fan van. Ik heb echt zo bijna al mijn remmen gebruikt voor heel die muur te kunnen kapotmaken. Ah. Behalve 3. Buiten 3. En elke ram heeft echt zo een apart groepje. Eens kijken wat de Romeinen voor ons in eigenlijk. Welk? Ah nee. Okay. Dat is een Egyptisch dorp. Hey, kijk, de sneeuw staat stil. Ah, niet meer. Ja. Kijk nu wel. Het is een Egyptisch dorp. Ja. Bezet door Romeinen. En het wordt aangevallen door Romeinen en Germanen. En het sneeuwt. Ah ja, en het sneeuwt. Dankjewel voor die informatie. Oké, ik laat even de kijkers. Het jij badass leger en mijn kei badass leger laten zien. Beuzekeurs en speren. En zo. En houthackers, want ik ben een badass lumberjack, dus ik moet houthackers hebben. En daar in de boom, daar zijn bomen in de stad, heel veel bomen eigenlijk voor een stad. Dus daar gaan we allemaal omhakken. Samen met Romeinen en zo. Daarvan echter zijn ook nog bijlen. Bomen. Maar. Kijk, weet je waarom dat die bijlen hebben? Ik zal het even aan jullie uitleggen, beste kijkers. Dus als ze aan een bos komen, dan zeggen ze van gouder door. Gaan we er langs? Nee, we gaan niet langs. Gaan we eronder? Gaan we niet onder. Gaan we erover? Wij kunnen ook niet over. Dus wat doen we? We gaan er door en dan kappen die alles door. En dan gaan we door een bos. Dat is niet wat te zeggen. Oh nee, ik heb weer een slechte connectie. Zou je die kicken? Dat is echt wel een leuk gevoel eigenlijk als je zo kunt kicken. Zo. Dat ja, is zo'n nacht. Ja. Ik had maar geen slechte connectie met de kick. Nee, maar gaat die andere speler wenen? Dat is waar. We willen geen wenende spelers, hè? Yay. Ram! Ramming position.
Eigenlijk, oh shit, mijn oudjes hebben niet de high ground. Get fought by Asian man. Oké. En ja, dit is dan mijn opstelling en zo. Heel veel remmen en zo. Wil je een leuk weetje weten? Wat? Dit is op de minimap, daar is zo, toch zo'n groene lijn, hè? Welk? Op de minimap is er zo. Ja, dat is wel. In het echt is dat blauw. Wat is uw vlag? Ja, uw vlag is blauw, dus elke keer is de stad van de Skippy Eye, want die zijn belangrijker dan de Broody Eye. Oeps. Eigenlijk klopt dat nog wel. Oh, wel elke page, ik weet niet. Ik denk dat eerder de Skippy Eye de Egypt zou hebben dan de Broody Eye, niet? Gewoon, in mijn Broody Eye campaign heb ik eerst de Egyptian. Zo, de AI van Skippy Eye, die blijft zo in, bij Carthage en de rond. Die blijft er gewoon zo. Dan maakt hij zo dikke legers en dan doet hij niks meer. Juist. Ja, zo, bij mij heb ik Egypt, maar Broody Eye deed ook niks. Oh, voilà. Oeps. Die was gewoon gerekt aan het worden door mij. Oeps. Ja. Oh ja, oeps. Maar ik weet niet. Dat Skippy Eye, die maakt, zoals ik al zei, dus, in mijn campaign die veroveren Carthage, die veroveren de media, maar dat blijft het bij. Dan mag je zo dikke leger. En als je dan zo Rome verraadt, dan stuur je zo dikke legers in poten, maar dan heb ik alleen zo'n dikke fleet gemaakt om hun fleet kapot te maken en zijn hun dikke legers zo dood. Jee. Interessant, hè? Inderdaad. Dat die domme AI doet en zo een dik leger van 20 man in één bootje. Dat is wel waar. Dat is de Archmage Anthony, dat is oké, okay, kijk displayer. Nee. Dat is niet waar, bij mij staat Courtney Lou 321. Meent je dit? Ik wist dat Legionnaire is. Ja, ik heb er geld over. Hallo. Ben u leger aan het scannen? Waarom zie je eigenlijk zoveel cavalry? Ga je een uitval doen of wat? Ik weet niet. Ja, nee. Eigenlijk, ja, waarom heb ik zoveel cavalry? Ja, dat is dan gewoon. In de hoge bouwen zie ik echt niet de structuur van deze village. En er zijn niet zoveel wegen naar het midden. Dat je toch niet bij mij kent. Dank je wel. Maar ik vind deze wel eigenlijk wel cool eigenlijk. Zo zonder zo'n dikke muur ervoor. Dan kunnen ze alles zien. Weet je wat je moet doen? Je moet zo naar dat hoogste gebouw gaan, dan gaat je beeld zo heel hoog. Dat weet zo je, dat doe ik al de hele tijd. Ah, oeps. Er is ook een Egyptische Arc de Triomphe. Zet jij nu ook op de hoogste gebouw? Ik ben momenteel op de hoogste gebouw. Kom, we gaan real life dingen doen in Rome tot Wam, dat was vervelen. Oké, ja. Ik ga nu afklimmen. Ah, doe me hè. Hé, hey, kijk, ik ga nu deze trap oplopen. Wat? La 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 la. Ik ga hier binnen. Ah, oh, ik kan hier niet binnen. Oh my god. Wat is dit voor village? Hij heeft amper wegen naar het midden. Je kan die amper cavalry. Cavalry is echt useless. Ook wel. Jij bent dood, makker. Ja, wij zijn dood. Kijk die alsjeblieft, ik word er onnozel in. En zat er mijn naam op? Nee, dat staat Courtney Lou. Zat er bij jou ook de hele tijd, of is dat altijd iemand anders? Zeg gewoon, weet ik had gewoon zeggen. Zullen we al een mail sturen? Last warning. Nee. 3 warnings left. Waarom duurt dat zo lang echt?
Okay, yeah. Your mom are Roman archers, what the fuck? Ah nee, shit. Oh, een archer auxilia aan in Urban Cohort. Waarom hebben we zo weinig troepen achter de What the muur? fuck? Is allemaal in het midden of hè? Holy shit. Je weegt veel troep in het midden. Gewoon Maar bij mij. aanvallen dan. Je moet eens bij mijn kant komen zien, naar mijn poort. Het is niet zo dik op de stuw, though. Wow. Zo van 6 groepen. Droeg. Ik hoop echt dat die deur open gaat, dat is al teen. Paf! De stuw komt. Oh, zijn general is Archer Auxilia, daar ga ik echt op schieten als niet normaal. Echt? Ja. Waar? Bij ons. Hij heeft ook War Dogs en al. En repeating ballistas, fucking dude. Ik zal de regels breken. En daar ga ik niet op schieten. Dat is useless. Hehe, niet zo flaming arrows. Noobs. Noobs. En die schiet er op mijn ram, weet je dit? Dat is echt verspilling van bier. Dat is kara truc. Dat is kara. Come on archers, do your job. Zolang ze maar niet op mijn dingen schieten. Die archers van Scipio zijn al dood. Die weten weinig defense bij mij. Like, wat is dit? Die hebben Illy Legendary Cohort bij mij. Meent je dit? Oh, zijn archers. Twee Urbans en twee. Nee, vier Illys en twee Urbans. Dat is de mob van de eeuw, jongen. Gold, gold met experience. Gold, gold met experience. Gold, gold met experience. Is allemaal gold. Archers aan het vluchten bij mij. Ik veel. At the gate. Our warriors attack. Now is the time for great deeds. The battering ram is at the walls. Our warriors attack. Now is the time for great deeds. Echt waar. It's a left game. Ah. Oh. Lord, it's a left game. You guys do AI. AI. Oh, is kei perfect. Oh my god, nu gaan mijn archers gewoon op die urbans schieten. Yes. Oh my gift of god. Oh, jammer dat die speler heeft gespeeld. Boeien. Waarom zegt me deze? Dat boeit me niet. Oké, okay, we zijn al bijna door de enemy warlord shows his worth. Wat, admitted defeat? Wat is dit? Zo niet eens weggaan, hè? Maar zijn troepen in het midden zijn ook. Ja. Nee. Laat hem kwieten. Oké. Okay. Oké, nu is het enkel AI. Maar nu is die. Ja, eigenlijk, dit is wel gemakkelijk. Ook al komen die troepen in het midden, die blijven altijd. Is deze nog de moeite? Ja, we zullen het uitspelen, ja. We zullen het opnemen. Ja. En anders neem ik een andere nog op, hè. Ik pakte deze ook al en dit is de twee. Yay. Want we zijn aan het streven terug om elke dag een beetje. Check al die gym cutscenes. Archers, blijven staan. Oké, naar voren. En een archers niet meer schieten. Mijn chick al die urbans kapot gaan, jongen. Al die archers. Ik bedoel al die urbans hier. Ba 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 ba. Stop, Skippy Eye. Kijk, die waren gewoon bang van mij. Lol.
Daarom hebben ze gekwit. Okay, hier ga ik wel een screenshot van nemen van die urban gebieden. Ze zijn niet eens urban, ze zijn in de digital codes. Maar is dit nou onze overwinningsballen? Ja, wauw. Ja, ze zijn een heel leger bij wijze van spreken weggegaan. Ah ja, dat is waar. Our warriors have driven the enemy from his own walls. The way to victory is open! Come on, Villa. Villa. Oh, she's got that old man. Yeah. Nope. Nee. Alhoewel, de Romeinen tegen Romeinen is ook nog wel moeilijk. Wat doen we? Het is gewoon equal. Zijn mannen zijn al winded. Ik zou zeven urban core, er zijn een heel wat dingen over door mijn armpjes. Overblijf ze maar. Check it, meer de gast ineens al wat te sturen door, check. Wat doet hij te sturen? Ja, ik heb het gezien. Mag precies letters. Oh. D, nee, nee, D. C, W, B. What the fuck is this? Dat is zo droog. Oké, dit is nog wel een leuke match daar. Wauw, ik wel eens proberen. Ik vind dat wel lame met die guests gewoon. Dit is echt wel droog, eigenlijk al die urbans zo gespreid. Je wilde nooit iets droog weten? Wat? Hier is weer random Arcani. Ja, ik heb dat al gezien. Ik heb er al mee gedeeld. Sorry dat ik even graaf wou zien. Ja. Beginnen. Wat doet één van mijn X-Men helemaal in het midden? Alleen. Wat? Dat doet me denken aan die beursjes van de vorige. Die zit letterlijk helemaal in het midden alleen. Ik denk zo van, ik ga gewoon het gedicht halen. Boeit me. Ik wil er echt van profiteren dat die mannen midden in dingen zijn. Het is judo. Zet je al kan je het midden bijna of niet? Ja, bijna. Nou, je zit onderweg. Ik ben ook onderweg. Bijna onderweg. Dat is smerig. Allee, ik bedoel... Jij hebt zo'n straight weg naar het midden. Ik moet echt zo helemaal rondgaan. Ik moet letterlijk eerst naar de Westgate gaan. Ik wil weer graaf zijn, de Westgate. Ja. Maar erdoor te geraken. Ik kan langs de Eastgate en langs daar gaan. Ik heb zelfs nog keuze. Want de Eastgate is ook nog redelijk beschikbaar, bereikbaar. Ja. Gast, mannen rent gewoon, dat boeit niet.
man, die toch verslaan. Die Urbans komen hier graaf doen. Nee, dat zijn Early Legionary Corps. Die komen hier graaf doen, of hè? De Romeinen doen altijd graaf. Kom, laat ze graaf doen. Kom, kom Ben, kom Ben. Het is niet zo rond te turpen. Nee, wacht. Wacht, mannen. Formatie. Noem je dat formatie? Noem je dat? Die gaan ze terugbereiken. Ah. Kijk, jullie gaan... Wat denk jullie? Wat doen jullie? Wat doen die Urbans zelfs? Ja, en die vluchten al. Yay. Kunnen jullie vooruit? Nou, gewoon vooruit. Oké, dat was het ook. Ben ik zo nog totaal niet midden, maar ik heb wel kei makkelijke weg. Ik wil wel iets zo tactisch nog spelen. Nou, ik wel. Maar je zegt gewoon full attack of aan het doen, of hè? Ja. Mooi, hè? Maar ik wil ook kills hebben. Oh, nee. Dat is de reden waarom ik naar binnen is, ben gegaan. Voor de kills. En shit, die pillen. Zijn dat al hun leger dan gewoon er is? Ja. Broed, jij doet gewoon niks, hè? Nu begin je ook te lopen. Meestal brengt die pace. En er is weer een kaart. Ik heb berserkers. Natuurlijk heb ik berserkers. The enemy warlord is dead, slain by your brave warriors. Nee, die mannen komen ook van een andere kant. Tuurlijk. Ik heb echt zo'n hele tactiek. Echt zo mooi. Met die berserker dan ook.
great victory. Ja, you have clearly won the battle, ja, natuurlijk dat. Sweet music to our warriors. Yay, ik heb meer skills. Yay. Mijn broertje heeft amper skills. Maar ik heb okay, al zeer skills. Dat was het dan, beste kijkers. Ik weet het niet zo heel leuk, maar joh. Die zou je ook goed. Goeie hoor. Wow, we zijn gewonnen, hè. Dus dat is al beter dan die anderen.